In alle vroegte trekt een kolonne tractoren over de nieuwe weg bij Poldijk richting het Malieveld. Op de carpoolplaats bij Schipluiden verzamelen zo'n 30 boeren om naar Den Haag te gaan. Een van de demonstranten is melkveehouder Jacqueline van Staalduinen uit Maasland. Het stikstofrapport wat vorige week gepresenteerd is eigenlijk een beetje de druppel is die de MND overlopen. We hebben als agrarische sector de afgelopen jaren ontzettend veel gereduceerd. We hebben hele grote stappen gemaakt in stikstofreductie, maar ook in fosfaatreductie. Veel boeren zijn nog steeds met de fosfaatreductie bezig, lopen nog rechtszaken en dat soort dingen. En nu komen er weer nieuwe regels bij. Het blijft geen feest in zijn soort. Het boerenprotest leidt tot chaos op de weg. Op het hoogtepunt staat er 1000 kilometer file. Ja, dat is zo'n vet gevoel. Dat is echt zo gaaf. Ik hoorde straks op de radio een boer in zijn trekker en die zegt ook van alles en iedereen om ons heen lijkt dit te steunen. En dat geeft zo'n onwijze boost voor ons als boeren. Je krijgt dus het gevoel dat niemand je meer leuk vindt. Maar ik denk dat dat al heel erg bewezen wordt dat dat niet zo is. Vandaag laat heel Nederland zien dat ze zijn boeren nog steunt. En dat is echt super gaaf. Jacqueline stapt zelf niet op de tractor, maar gaat met de trein. Boerenbedrijven is opgeroepen dinsdag de vlag omgekeerd te hangen uit solidariteit met de collega's. Her en der zie je dat terug in Midden-Delfland. Ook is een landelijke actie gestart om speelgoedtrekkers mee te nemen. Jacqueline heeft 2 vuilniszakken vol. Doneer je trekkertje is ontstaan omdat we met heel veel grote trekkers naar Den Haag gaan. Gaan we dus de kleine trekkertjes doneren aan de speelgoedbeurs in Den Haag. Daar wordt speelgoed verdeeld onder de allerarmste kinderen. En gaan er dus straks met ons ook 12 trekkertjes mee. En dat is echt wel super, super, super gaaf. Dat is echt zo tof dat iedereen daar zo aan meedroeg. Dat is echt mooi. De boerin uit Maasland hoopt dat het protest tot actie leidt. We roepen heel hard, we zijn één Europa. Ik vind dat niet eerlijk. Als Duitsland meer mag als wij, moeten wij gaan reduceren. En vervolgens mag er in Duitsland meer. Ik heb al uit gekheid gezegd, we moeten met z'n allen maar naar Roemenië. Want daar boeit het niemand, geen ene sik. En dan kunnen we gezellig met z'n allen daar massaal op gaan produceren. Maar dat is niet wat we willen.